Yo, what up kijkers van Games for Life. Ja, we gaan weer verder met Euro Truck Simulator 2. Ja. Zoals je hierboven kan zien, onze huidige opdracht, maar laten we gewoon rijden, weet je. Oké, ride bite. Oké, er komt niks aan. Oké, je mag hier 97. Komt er wat aan? Nee. Mooi zo. Oké, het is 22 graden, 23. Dat is echt veel te hoog. Ik weet niet hoor, Engeland, maar wow, 25 graden. Hoe snel gaat die... Of is dat de graden van de auto? Van de motor? Nou weet ik het niet, hè? Volgens mij wel. Ja, het is de graden van de motor. Nou, hij doet het best wel goed nu. Geen lag. Best wel... erg prettig. Want lag is best wel irritant, maar... Volgens mij is dat die motor. Laten we eens één keer hard remmen. Hij loopt gewoon op. Hij gaat gewoon omhoog, dus ik snap het niet, maar laten we verder rijden. Sorry auto's die niet achter me zitten. Oh, we hebben 70.000 euro. Dat zag ik nog even niet. Oké, even F5. Oh. Dan moeten we even op de kaart kijken. Wow, wat een stuk. Nou, dat kunnen we echt niet in een één keer halen. Dat is tot hier rijden, denk ik. Hier tot Liverpool en dan gaan we... Hey, misschien kunnen we Liverpool wel een beetje uitchecken, weet je. Lijkt me wel vet. We gaan gewoon dan even naar Liverpool toe en we zien wel wat we tegenkomen. Dus dan gaan we naar Liverpool overnachten. Waar moeten we rijden? Komt wat aan van links? Nee, we rijden gewoon in het midden. Maar ja... Fuck it. Het is vandaag 3 december op woensdag. Deze video zal upgeload worden op een op 7 december of zo. Ik weet niet wat voor hoeveel dit nu is wanneer jullie hem kijken, maar ja, deze video is opgenomen, want ik neem veel video's van tevoren op, zodat ik als ik het druk heb, dat ik het kan gebruiken. Dan doe ik het gewoon in de ochtend uploaden en dan kom ik thuis en doe ik even alles instellen. En dan is alles gelijk, nou dan is die upload. Doe ik er even naam bij, beschrijving, dat soort dingen en dan hoef ik niet te wachten tot 8 uur 's avonds. Of, ik heb ook nog andere dingen te doen. Oh, what the fuck, hij gaat opeens heel hard naar rechts. Wat vinden jullie fijn? Dus dit of dit? Dit lijkt me wel vetter. We halen die weg en dan kunnen we hier kijken op onze navigatie, want die hebben we nu niet echt nodig. Het is 89 graden denk ik van de speed controls. Wat mag hier? 80. Oké, we rijden 70. Alleen maar voor dat kleine stukje. Moeten we tanken? Ja, we moeten tanken. Hoppa. Uitzetten en tanken.
Er zit nu 200 liter in, best veel. Oké, hij is vol. Laten we verder rijden en dan... Oké, we nemen deze weg hier. Hoppa, er komt wat aan. Zie ik al in de spiegel? Nee. Oké, niks is aangekomen, dus we gaan nu verder rijden. F8, eventjes, F7. We hebben wel een beetje schade aan onze truck en vervoerachtig ding. Maar dat maakt niet zoveel uit. We kunnen gewoon verder rijden met onze truck. Dus ja, laten we maar gaan rijden. Hey, die truck gaan we sowieso inhalen. Er komt wat aan, maar... Dankjewel. Dankjewel. Oh, dankjewel. Ik ga opeens naar een hele andere baan, maar... Waar is die truck? Oh, daar. Denk dat we hem zullen bij kunnen houden. We rijden nu 90. Je mag hier 100. Oh, hij gaat wel erg snel. Ah, hij gaat daar links. Dat is kut. Oh, het is echt donker, jongens. Je ziet bijna niks, zo donker is het. We moeten hier rechtdoor weer. Oh, Liverpool zijn we nou. Oh nee, dit is Birmingham. Dus dit is nog een stukje rijden. Ik denk ongeveer 10 minuten of zo. We zitten nu aan een opnametijd van... geen idee. 10 minuten of zo. Ongeveer. 8 zoiets. 7. Liverpool. We volgen gewoon Liverpool. En dan zien we het wel. Hé, hey, wat haalt hij maar zomaar in die auto? Mafkees. Wat een mafkees. Ik had nog even een vraag voor jullie. Wat voor games vinden jullie leuk? Voor als mijn nieuwe computer komt, misschien kan ik hem hier ook al op spelen. Ik weet het nog niet, want dit is een 32-bit erg slecht. Maar als jullie iets weten of zo van een leuke game die ik kan spelen, zeg het even in de comments. Dan, of doe het nu eventjes, dan kan ik het... misschien kopen en voor te doen op mijn nieuwe PC. Ja, ik hoop dat die snel komt, want ik heb echt enorm zin om nieuwe games te spelen. Wat nog meer, gewoon Far Cry 4 komt, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rock of zoiets, Metro Redux 2033. Alien Isolation, The Evil Within, nog een paar sowieso. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar er komen ze. Oh. Ik liet heel hard mijn microfoon vallen, jongens. Sorry dat ik jullie raakte, maar laten we verder gaan met onze lijst. Hij viel zomaar van mijn tafel af. Ja, van zo'n afzet dingetje. Daar zit ergens op. Die vond hij vanavond, ik raakte hem. En er komen sowieso best wel veel games. En ik heb gewoon zin om te spelen, weet je. Gewoon om video's te maken, dat is wel tof. Dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. En ja, het is gewoon, vet. En het is... niet dat ik het voor het geld doe of zo, maar je kan je games gewoon delen met andere mensen van de wereld. Ja, van een land. Eigenlijk nu, want dit is Nederlands gesproken, dus niet veel mensen. Er zijn maar 16 miljoen mensen of zo in Nederland, dus er zullen maar 15 mensen naar dit kijken of zo, weet ik het. Ja, snelheidsboete, ik wist het. Ik wist het, want ik reed 90 en ik wou net afremmen, maar ja, ik zag het al en toen was het al te laat, maar we zijn wel vlakbij Liverpool, want
niet echt zo te zien, maar we gaan gewoon verder rijden en we zien wel wat we tegenkomen. En ja, ik hoop dat het gewoon, dat het spel mij nu meewerkt, dat het niet zo erg veel lagt. Ik denk nog dat er een Ghost Recon Phantoms ga ik zo nog maken. En, misschien nog gewoon een andere game, ik weet het niet. Ik ga nog even kijken voor... Oh ja, en gisteren... het is nu 3 december, maar deze video zien jullie pas later. Gisteren, dat was 2 december, dat is... dan toen was The Crew of zo uitgekomen. Ja, die gaan we sowieso ook spelen. Die is voor PC en Xbox 360. En Xbox One en PlayStation 4 volgens mij, ja. En dat is een hele vette game. Dat is een soort race-spel, maar dan in een open wereld. Net zo een beetje als Need for Speed, maar dan anders. Jullie zien het allemaal wel. En ik hoop dat jullie ook meegenieten met de video's die ik maak. Zo niet, ja, moet je het gewoon zeggen. En dan volg ik jullie advies op. En ja, zo gaan we het eigenlijk doen. Ik ga nog gewoon een upload-schema maken. Waarvan jullie zien wat voor games er komen. Dus sorry dat ik zo met mijn neus zit. Nou, ik ben een beetje verkouden, dus ja. Ja, kan ik niet zoveel aan doen, maar ja. Laten we gewoon verder rijden naar Liverpool. En dan enden we die part gewoon daar. En dan, ja, dan weet ik niet. Dan zien we het wel gewoon in... En we hebben ook al bijna ons geld. Ik bedoel, ja, mijn geld is ook bijna binnen. Dus ik hoop dat ik het... we krijgen 20.000 euro. Dus dat is best wel veel eigenlijk. En wat staat er? Het is een vrijdag, wilt hij hem hebben. Maar wij komen aan om... 7 uur. Dus we zijn al heel vroeg daar. Maar wat maakt het uit? We rijden gewoon en we zien het wel, ja. Ik hoop dat jullie ook genieten van deze gameplay. Zo niet, dan moet je het zeggen. Dan zoek ik wel een ander spel. Of een andere simulator of zo. Train Simulator 2014. Ik weet niet of dat bestaat, maar ik kan het misschien opzoeken en misschien een video van maken. Dan moeten jullie het even in de comments zeggen. En dan hoor ik het wel van jullie. En zo niet, dan ja, dan weet ik het niet. Ah, dit is Liverpool, maar als we nou een stukje doorrijden, zijn we meteen in de stad. Want hier, dit is een lange weg, moet je maar kijken. Kijk maar, dit is een hele lange weg. Die gaat helemaal zo. Kunnen we beter deze nemen, zo. Tjoem! Maar even lang eigenlijk, man. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, ongeveer 7 minuten of zo. En ja, ik hoop dat jullie wel genoten hebben van deze gameplay. En ja, we gaan nog even deze stad ontdekken, dus we gaan ook wel eens een keer naartoe rijden. Maar ik denk dat de volgende part gaat van naar Parijs, denk ik. Want dat is wel een vette bestemming. Als jullie het ook vinden. Ik weet het niet hoor. Maar als jullie het leuk vinden. Dus. Ja. Dan kunnen jullie. Maar we zijn er wel eens geweest. Maar dat was in de avond of zo. Maar we zijn nu in Liverpool. We rijden heel hard door de bocht. Je mag hier maar 60. Maar wij rijden 80. Nou, bijna 90. Dat is wel iets te hard. Maar ja, we gaan nu Liverpool ontdekken. Dus. Ja, is wel vet. En we gaan er ook meteen overnachten. Dus. Deze part zal nog maar. Oh shit. Nog maar een paar minuutjes duren of zo. Ik denk 2 minuten zoiets. En dan. Dan zeg ik alweer van doei. Dus. En ik heb best wel veel gepraat. Ik heb verteld over de games die komen op mijn nieuwe computer. En ik heb gewoon echt wel zin om, ja, gewoon om weer, hoe heet het? Ja. Oh, hier lijkt hij een beetje, maar niet uit.
Oké, doe me even zo. Ja, Liverpool ontdekt, dankjewel. Doe me even zo, want dan hebben we meer licht. Nou, meer licht, ik bedoel. Dan kan je meer zien. Vind ik. Neem me gelijk F5, doe even F5. Oké, hier zit een bedrijf en dat heet NBFG. We gaan hier wel rechts. Oké, wat heb je hier nog meer? We gaan wel rechtdoor. Naar rechts, naar nee. Nou, toch wel, er staat iets. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan het nu uitzoeken. En, het is dat groene dingetje op de map. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik weet niet wat het is, maar we zullen het zo meteen uitzoeken. En, wel vet zo'n brug, hoor. Oké, het groene stoplicht is op groen. Oh, ik weet al wat het is, denk ik. Een garage of niet? Ja, dat is een. Dat is een garage dus. Dan gaan we nog eventjes naar die vraagteken daar. Ik weet niet wat het is, maar dan gaan we daarna gaan we hier bij het hotel overnachten. Moeten we weer even keren, maar maakt niet uit. Het is groen, jongeman. Het is een ondernemingsbureau. Zie je, wervingsselectie. Nu kunnen we chauffeurs inhuren die voor ons werken, dus dat is wel mooi. Kunnen we dit halen? Sowieso wel. Kom op, je kan het. Goed zo. En dan gaan we hier naar het motel. Of hotel, hoe je het wil noemen. Het is donderdag 1 uur 's avonds. Oeh, we gingen bijna door rood. Laat hem maar op groen gaan. 3, 2, 1. Green, hij is green. En we gaan hier overnachten, jongens. Ja, alvast bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze video. En ja, het was best wel vet. What the fuck? Oh. En het was geen lag, dus dat was echt heel fijn. Daarvoor bedank ik deze computer erg. Maar toch, je weet niet. Oh, je weet niet wanneer die. Wanneer die weer gaat laggen. Dus. Ja, ik hoop wel dat jullie hebben genoten van de gameplay. Van Euro Truck Simulator 2. En. Ja, ik spreek jullie later. Ik vond het echt leuk dat jullie naar hebben gekeken naar deze video. Oftewel, of jullie wel hebben gekeken. Dat weet ik niet, maar... Alsnog bedankt. Ik weet niet of jullie nog kijken, maar... ja, ik spreek jullie wel later, boys. Ik spreek jullie later. Dus, later, boys. En, ik hoop dat jullie hebben genoten, dus... Ik spreek jullie later.